Oké, laten we een collectieve countdown doen voor de start. 3, 2, 1, yay! Welkom allemaal bij WPNL Live. En ik heet jou en meer dan 120 anderen die zich ingeschreven hebben. Welkom bij deze editie. Niet alleen namens mezelf, maar ook de WordCamp Nederland organizers. Puk, Luc, Rosanne, Marcel, Remkes, Amir, Richard en ikzelf, Sebastiaan, heet je van harte welkom. Als WordCamp Nederland bestuur hebben we 2 besluiten genomen dit jaar. Besluit nummer 1 was dat we WordCamp NL verschuiven naar 2021. En besluit nummer 2 is, er moet voor de Nederlandse en Belgische WordPress community een vrolijke, lichthartige, laagdrempelige manier zijn om bij elkaar te komen. En daarom kijk je nu naar deze allereerste editie van WPNL Live. Hebben jullie er zin in? Yay! Het format van een webinar is nieuw voor WordPress Nederland en België community, maar we met gave WordPress events organiseren, dat doen we als organizing teams, ook van meetup teams en Belgische teams, al jaren. Dus is niet nieuws voor ons. Het is een experiment en het doel is om echt een waardevol uur met elkaar te beleven. Vandaag is een bijzondere dag, nummer 1, of dat was eigenlijk gisteren, Happy Sweet 17 voor WordPress. Gisteren vierden we de 17e verjaardag van WordPress. En dat doen we terwijl we de motor zijn achter 36% van het internet met elkaar. En Matt gebruikt een supermooie zin met Mullenweg in zijn aankondiging van de verjaardag gisteren. Technology is at its best when it brings people together. En dat is wat we gaan doen vandaag. Nummer 2 dat vandaag aan de hand is vandaag precies 10 jaar geleden is het bedrijf Yoast opgericht. Yoast bekend van de SEO-plugin, die draait op meer dan 10 miljoen sites. Yoast is voor deze editie en de volgende editie van WPNL de sponsor. Dus zonder Yoast hadden we niet deze webinar kunnen organiseren. De software en dat soort zaken. Dus dankjewel aan Yoast en gefeliciteerd Yoast. Hoe we het gaan doen, we hebben een super strikt schema aan mij om dat te bewaken. We hebben 2 lightning talks. Tijdens die talks kan je vragen stellen. Dat kan zowel in het Nederlands als in het Engels met de Q&A tool. Pavel zal een eerste talk in het Engels geven en daarna Karin een talk in het Nederlands. Ik zal wat rigide handhaven op de zorg dat we echt strak binnen de tijd blijven en echt ook om 4 uur klaar zijn. De sprekers blijven daarna nog beschikbaar. Zo'n 15 minuten in deze talk als je nog wat Q&A wil doen. En er komt een andere talk voor de borrel. Dus of een andere link waar je kan praten zonder sprekers. Als je zegt, hey, we willen gewoon off-topic lekker heen en weer. Dus dat is hoe we het gaan doen. Even kijken of de interactie werkt. Ik heb 1 poll en dat is de vraag, hoe lang werk jij al met WordPress? Als je die binnen 10 seconden zou willen beantwoorden, dat zou geweldig zijn. Daar komt die. Als het goed is, kan je nu antwoorden. Zo, dat gaat hard. 55% heeft gestemd. 66% heeft gestemd. 71% heeft gestemd. Wauw, wat een interactie. Geweldig. 90% heeft gevote in minder dan 17 seconden. En hier zijn de results. De meeste is 5 jaar of langer. Keer 60 attendees. We hebben met elkaar, dames en heren, meer dan 350... meer dan 350 jaar WordPress ervaring in deze call. Nou, toch gaan we kijken of we nog iets nieuws kunnen leren met elkaar. Ja, vet hè, Jeroen, met deze dingen. Without further ado, ik ga aankondigen ons eerste spreker van vandaag. En dan ga ik ondertussen hem host maken, is Pavel. Pavel is heel lang al in de WordPress industry en heeft met zijn theme business WP Zoom al meer dan 80.000 mensen blij gemaakt met zijn thema. Hij gaat ons vertellen over hoe je enerzijds je prijzen kan verhogen, terwijl je aan de andere kant tegelijkertijd je klanten tevreden houdt. En de talks duren 15 tot 20 minuten. Vragen stel je in de Q&A tool van Zoom of in de chat. En ik zal zorgen dat die vragen gemodereerd worden. Ik geef het woord aan jou, Pavel. Hi, hi everyone. Thanks for making me a host. And thank you for giving me the opportunity to be a part of the first edition of this experiment. So my name is Pavel Ćorić. I'll try to share my screen now and see how this works. And we'll start my talk. Okay. Okay. So, hello everyone again. My name is again Pavel Ćorić.
Today, I would like to talk about, my talk is named When It's the Right Time to Raise Prices and How to Keep Your Customers Happy. So, as we know, why do I want to talk about this? Is because, of course, pricing your product or services at the right value is something important for every business. So using this, we can like raise our business, assure that we are going in the right direction. So I would like to share some details, some lessons, some mistakes we had at WP Zoom. It's the company which I run, and how we managed all these problems and where we are today. So okay, it works. So I'm the founder of WP Zoom. It's a WordPress company specialized in themes and plugins for WordPress, of course. And I launched it 12 years ago. And I think we were lucky to start this business at the right time, because those were the years when the era of premium themes started. So I was one of the first who started to do these themes, premium themes. And so here we are today, still in business, still doing themes and plugins a little. And we are proud to have more than 80,000 customers from all around the world, including Netherlands and other 150 countries. We have about 50 themes and plugins in our collection. And we are a small team of 7 remotely distributed. I'm in Netherlands. The rest of my team members are in different countries. I'm gonna move to the next slide to talk about my talk from today about pricing, and I'll share all my tips with you. It was very common for the theme industry to be very much influenced by the competitors. For example, there were some big players, let's say from the beginning, WooThemes, StudioPress, and I don't know, they had more experience than the rest of us. For example, when we started doing themes, we didn't have any marketing background, or we kind of neglected these kind of things in our business, because we were good at making themes, where maybe we were good at the coding or designing. So, of course, we didn't focus too much on marketing, on setting the right price. We were simply a little too much focused on building the right product to make it functional, to put the features, the needed features that we felt that it's important for customers to have. But yeah, in the end, we didn't really think in long term. So after some years, of course, this affected us. So this is like the first mistake. We didn't have any marketing background. Another thing was that we were following too much the competitors. For example, maybe everyone knows that in the beginning, everyone was offering lifetime licenses for support, updates, and doing this for years resulted in affecting everyone's businesses, because it was hard to grow a business using this kind of pricing model, because you basically give something for free, which you should actually charge like every year maybe, or find something more scalable to help your business grow. So imagine like having offering unlimited website usage for WordPress theme, and also unlimited support. Basically, you are stuck with that customer for lifetime, or for as long as your business survives. And this is definitely not a very healthy pricing model. So yeah, we did this mistake as well, especially when this happened in the first years, when like it was a boom with premium themes, like the golden age at Hot Sale, and yeah, the sales were very high. So at that moment, maybe it was possible to benefit somehow and convert those customers in long-term customers, which will keep bringing us like revenue every year. But instead, we just made this mistake and offered at a very low price something for a lifetime. And beside offering unlimited support, for example, for some packages, we also gave them the promise that we are going to offer you future products for free. So yeah,
I mean, maybe at that time we were attracted like to sell such a package for, let's say, $400. Yeah. But yeah, if you look now, 10 years ago, I mean, it there could be a different way to monetize all this thing. So another mistake, the last one, actually the third one, is that we were focused too much on the product, on features, on the general infrastructure around our website and how the business is run. But we didn't really were focused on describing these features to our customers, or maybe on our website to show what the product includes. Maybe, yeah, there were so many features that people were wondering, were surprised to find out only after purchasing the product. So yeah, we had to work more on our marketing game. And the last one, we didn't pay too much attention to analytics, to running different experiments, like even a simple A-B experiment. I mean, I think we many times we started to run this kind of A-B test, but in the end, we simply gave away after a few days because we didn't have any passions. We said, let's move next. So I want to present you an interesting example from another WordPress company, Easy Digital Downloads. So a few years ago, 2016, I think, they increased the prices significantly by 50 to 250%. So the main idea, the main argument they did this from Pippin Williamson, which is the founder of Sandhills Development, the company who develops Easy Digital Downloads, is that they reached a point in their business where they were simply not satisfied with the way, everything is handled, like with the amount of support volume. It was all about, he said that it was all about very complicated tickets, which will take them weeks or months to fix. And they simply decided to increase the prices at least by twice or more in order to somehow, to be more, to reduce maybe the customers, the number of customers, or to reduce the costs of the market, the support costs. And if you're looking at this chart, we can see that before making this increase in price, they had much more number, a higher number of sales, but the revenue was lower than when having less sales after they made this change. So yeah, I mean, in the end, they lost about 25% of the number of sales, and still the profits were much higher than before. And from their words, it's like they simply attracted customers who shared maybe the same values as them, who will do the homework and before purchasing something will carefully check all the included features without having complaints after that. So in our case, we also, after a few years in business, we started to make some progress in this direction. We started to be more confident about our products. We started to be different, unique. I mean, it was a very big market. It was simply saturated with all kinds of themes. It was hard to compete with big marketplaces like ThemeForest. So we simply try to focus more on what makes us different than others. Yeah, and we were different because people stayed with us for years. They liked our support. They liked the simplicity of our products, our themes. So we put more accent on these things. Well, first of all, yes, it helped us to increase the prices by having more confidence in our products. And we started to sell more features, as I said, like our support, which can be compared to other marketplaces, like our outsourced from ThemeForest, who disappeared after 1 year after taking a lot of money. So yeah, and by valuing our products more, we also understand that it's necessary to raise the bar, to make the people understand that it's okay to pay more for a theme, or maybe, I don't know, to not charge by the from initial price more from a theme, but somehow make the customers pay for something else, like for some simple services, for some add-ons and stuff like that. For example, in this screenshot, you can see that we used to offer free installations in the price of a theme for 69,
And then we simply decided, no, we don't have to do this, because even if it sounds like a simple process, sometimes it may take us like a half an hour. So we decided, let's charge for this and convert it to a setup service for $99. And this way, the customers will be sure that he or she gets what deserves for that money. So when you are deciding to change the prices, to make some big change, I don't know, let's say you want to raise your prices more than 10%, yeah, then you really need to be prepared. You have to follow a plan, or I don't know, or to monitor everything, the data, the analytics you have, and see if you're making good calculations. For example, in our case, it was clear for us that we are in the right niche. We got new customers, it was a problem. We had, the market was enough for us to still be in business. So I remember a few years ago, we changed the prices without looking too much into the data or asking for feedback from us, customers. And we simply put these numbers, as you can see, 75 and 125 for different packages. And it really didn't work the way we thought. So yeah, it was, we had to really to quickly go back to old pricing, like 69. And so in this case, it's clear that we ignored something important, which is called like pricing psychology. So it's like, there are like a lot of studies who clearly shows that you shouldn't risk putting such prices. You really should stick to prices ended in 9. And we did this mistake. Then we quickly changed back. And then the last one, in case last moment from your plan to raise a price is if you can afford a price. I mean, you have to calculate how many sales you can lose, how much of the total number of sales you can lose and still be profitable or even increase your total revenue. So for example, in Easy Digital case, where it was like 25%, so they were okay losing so many sales and still be more profitable. In our case, we simply had to do some other changes. So for example, after we first removed the lifetime support and updates for our themes, and we simply introduced annual prices, annual renewals, and every year we were just gaining new customers, and we are keeping our active subscribers. And of course, when you have a big customer base, you are more confident of in changing the prices without the fear or the worry that this will affect, and you can just rely on working hard and getting new customers over and over and losing the old ones. So one moment, there was this problem with pricing the themes or plugins, let's say themes, it's hard to get out of the barrier of $69 or $59 for a theme. So we had to find our indirect methods to charge it, to get more from the customers. It's either some kind of upsells at checkout, like pay more to get some service, like installation service, or we started to sell different priority services like priority support, or I don't know, like to charge per usage. Actually, it's also an interesting idea because you can just let the customers buy one theme and create 10 websites, and he can easily ask for support for all these 10 websites. So yeah, we had to find different methods to be sure that we get our cut accordingly, you know. So when dealing with prices, and of course, when you want to change something like this, when you need to be very transparent, you need to take into consideration your existing customers, if you care about them. And yeah, of course, every one of us does that. So first of all, you have to have a plan. You have to communicate. If it's a big raise, if it's a huge increase in price, you have to communicate with your customers. You have to inform them. You have, for example, you have to assure existing customers that they are not going to be affected. Or even if they will be affected, you need to let them feel important. You need to give them options, like maybe reward them to make them feel different than new customers. So yeah, like even for example, if you don't want to push them to
switch to a new pricing model, or for example, I don't know, you can give them the option, keep your old pricing, but also you are free to support our business, and maybe, yeah, you can upgrade and pay more than before, even if you are not, you're not obliged to do that. And I don't know, yeah, you need to communicate, to provide value, to show that, to justify the raise. You don't have, you can just simply raise the prices just because it's something that you want to do it. You need to make more updates to, for example, if you hire more staff in your team, you can show that, look, for example, our cost increased, we are going to improve the product, we are going to make more updates, we're going to release more, I don't know, like add-ons or so. So as long as the customers is going to benefit from this price raise, I don't see any reason for them to not follow and to understand your, in the end, you are running a business. So it is something normal, time from time to rise the prices, to increase the prices. And to make a summary of what I said until now, here are my tips, like to prepare properly, to be prepared when you want to prepare to raise the prices for a product. I don't know, maybe it's a WordPress product, it's a plugin or service or a theme you are building and selling online, or maybe something else. So I think it's important to plan everything ahead and to rely on exact data, to follow some good practices that everyone like recommends, like depending on how to price correctly the product, how to, I don't know, to remove, to make, to design your pricing page, for example, to remove all kind of distractions. So to make sure your price, your checkout process is very good optimized. You don't have to underestimate your service or product. As long as you are fully confident in your product and you can tell this to your customers, they will understand you and you will attract customers who share the same values as you. For example, if you are starting something new, just you can start with a lower price, and when you have enough customers, you can just easily raise every like half a year or a year, slowly, let's say 5%, then 10% or so on. So last recommendation is to always, as I said before, to end your prices with the number 9. Yeah, because this is really helpful. And for example, here's some interesting comparison. For example, 85% fewer customers to support and still brings more money on a monthly basis. Charge more. If you're looking at this screenshot, you can see that there's a startup called Barometrics. They offer all kind of analytics for Stripe payments. So with only 17 customers paying $249 per month, they make more revenue than having a lower price with 121 customers. So you can make like the difference. You can, I mean, it's one thing to have to support 100 or more customers, or comparing to 70 customers. So basically you get the same revenue from both plans, but the amount of work and the cost for support and I don't know, like for all this stuff is makes a big difference. So yeah, this is what I wanted to say today. Lastly, some more motivation to work hard on your existing customers, to try to continually impress them, to reward them time from time, because it's much easier to charge them more and more often comparing to attracting a new customer, which where the costs are much higher, so it doesn't worth to take this risk. Okay, thank you everyone. I hope you enjoyed my talk, and if you have some questions, I'm gonna make Yeah, thank you. Give Pavel a big round of applause from your home. Thank you. I have some questions. If you have questions, put them in the Q&A. We have 5 more minutes for Q&A. I'll start with one question myself. You said mistake in pricing. What's the, and I know that a lot of people are scared of increasing pricing. That's of course why you're talking here. What's the worst thing that can happen? Is it reputational damage, or what's the worst thing that can happen?
if you raise prices too high, like I mean, what from examples I've seen in WordPress, many times some companies will charge the prices without informing existing customers and forcing these prices to existing customers. So I wouldn't never do that. So of course, like, at least I can find two examples with happening to WooThemes, WooCommerce, when they did something like this without informing the customers. And then of course everyone starts to like, maybe they could afford this. So very crazy, it was a risk they assumed. They probably were prepared for this. So as long as you can assume this risk, it's okay. But of course, maybe the reputation is a little bit affected. Yeah. But if you're talking business, you know, it's everyone's in your right. Yeah. Thanks. It's really helpful. I think you have to worry most about your existing customers as long as you keep them happy. Yeah, this is very important. Perfect. Really helpful. And also not only for product, but also for agency and freelancers. So thanks. I have a question from Jaime, and it's how many customers upgraded their plans to the new version? And I'll try to keep the question short and you the answer short so we can do all of them. We didn't do something like this. I mean, our customers were not put ever in position to what happened to our customers, like for example, the renewal rate time from time increases. So for example, when they sign up first, they have an automatic subscription which renews every year. And if they keep it active, they keep their reduced rate, for example, let's say $50 per year to renew and to receive support and updates. But if you cancel that subscription, then you lose your renewal rate. And if in a year we increase the prices, then you're gonna pay like 75 or even more, or even 99. So yeah, we kind of try to recommend customers to stay for longer with us. Otherwise, if you are canceling your subscription, it's your risk. I mean, we are informing them. I don't have any data like to see how many people upgraded, like the initial question was. It was not the case for us. Okay. It's totally different. Clear. But all the current customers are recurring customers, or is it? I forgot to mention this because 2 years ago, I mean, since, actually, like 7 years ago, first we introduced annual renewals, but they were not automatic ones. So 2 years ago, we introduced automatic subscriptions. So now people, if they have a PayPal account or credit card on file, we simply charge them every year to continue getting support and updates for the themes. And yeah, after changing to automatic subscription, our renewal rate considerably increased, like about to 75%, so comparing to 20%, which was before. Usually I share this kind of details on Twitter. okay. Nobody's here. Next one, Lincoln. Do you sell the setup service after a customer places an order, something like an upsell? Unfortunately, we can't combine them in a single payment, so we have to offer this after. Yeah, you can buy the theme, and then you can see this as a upsell, like as a recommendation. After. Perfect. And the last one, when you do raise prices, how do you make sure you don't go too high? So it scares more people than you want, from an anonymous question. Usually you can easily like calculate, like Easy Digital Downloads did. They like could assume the risk of losing 25% of the number of orders. So in this case, I also can do the same. I can calculate how many orders customers I can lose, and basing on the new customers, they could make the like adjust the balance. I don't know how to explain. It's simply simple calculations. Like I wouldn't risk to increase the price for a theme when the competition is it's very strong. So maybe try to find the diversify, or try to sell something additionally to your customers. I mean, or maybe try to attract the customers like hostings do, with a very low price first year, and next year you can do your game if you see that customers are happy and stick to your products. Perfect.
That was the last question. Thanks so much for sharing. We'll just share. Can you tweet the slides? Is that okay for you? Okay. Yeah. I'll post them. Okay. Where can everyone find you on Twitter? It's my last name. Perfect. We will tweet it on the WordCamp NL account Twitter, all the speakers afterwards. So thanks again. Yeah. Big round of applause for Pavel. Okay. Thank you. Bye-bye. Good luck, Karim. Thank you. Well done. Well done. Thanks so much. I switch back to the Netherlands. If you have questions in English, feel free to ask them in English to Karin as well. Dat was de eerste lightning talk. En mooi binnen de tijd en een mooi verhaal. Ik ben benieuwd hoeveel mensen de prijs gaan verhogen direct na vandaag. Pavel, je hebt flink, you gave some insight in how to do that in a transparent way. Dankjewel. Perfect. We gaan door met lightning talk nummer 2 vandaag. Die is door Karin Winters. En die gaat over learning management systemen. Hoe je die kan maken. Karin, ik maak jou host. En dan gaan we met jou starten. Oh, Pavel, can you make me host again? Sorry. Ja. En Karin brengt niet alleen ervaring vanuit de WordPress-wereld, maar ook vanuit de onderwijswereld. En dat maakt dat we haar ook als spreker gekozen hebben, omdat ze een heel nieuwe type ervaring kan brengen naar de WordPress-community. Dus Karin, test even op het scherm werkt. Ja, wat ik net zeg, ik ga eerst even mijn scherm delen. Als je vragen hebt voor Karin, dan kun je die duwen in de Q&A. En dan doen we net als bij Pavel aan het einde weer de vragen. Dus maak van die kans gebruik. Dan geef ik jou nu het woord. Karin, 15 minuten. Dankjewel. En ik wou dat ik zoveel klanten had als Pavel. ik ben Karin van Learning Rocks en ik zwaai even naar Marielle. Want ik weet dat Marielle erbij zit. Dat is mijn maatje waar we samen mee begonnen zijn 2 jaar geleden. Ik wil jullie even meenemen in waarom het zo slim is om nu met een leermanagement systeem te beginnen. En waarom het zo slim is om dat dan ook gewoon aan WordPress te koppelen. We zitten allemaal thuis. Ik zag Bas er straks ook al met de korte broek rondwandelen. Dus die heeft echt de free tijd kleding aan. Ja, precies. Ook al gedanst. Dus als je op dit moment veel mensen hebt die thuis aan de slag zijn, is er echt best wel tijd om mensen aan het leren te zetten, om hun kennis op te krikken. En het handigste is dat dan om online te doen, want dat is corona-proof. Wij hebben wel de voorkeur voor blended learning. Dat betekent dat je mensen niet 100% online wilt laten leren, omdat je dat duwtje hebben mensen toch nodig met dat contact, dat je af en toe iemand ziet of wat hoort. Als je leermanagement gebruikt, gekoppeld aan WordPress vast, dan is het duurzaam, want de ontwikkelaars doen het werk voor ons, wij doen het niet zelf. En de kosten zijn laag, laat ik zo even zien. Je kennis blijft in huis. Wat je heel veel ziet is trainingen en workshops waar mensen naartoe gaan en weer terugkomen en de volgende dag weer overgaan tot de orde van de dag. Dat is weg. Dingen die moeten beklijven, dus als je een leermanagement systeem koppelt aan trainingen en scholing, kun je er af en toe nog eens een keer een reminder aan vasthangen. Je kunt de materialen beschikbaar stellen. Een leermanagement systeem is flexibel als je het in eigen beheer hebt. In onderwijs zijn er echt hele grote leermanagement systemen. Blackboard, It's Learning. Hele bekende is waarschijnlijk ook Moodle, de open source leermanagement systeem. Het is flexibel als je het in eigen beheer hebt en de eigen regie. En je kunt het helemaal zonder heel veel kosten, sorry Pavel, in je eigen look en feel maken. Want het past bij je website. Het is gebruiksvriendelijk en je kunt werken aan standaardisering, uitwisselbaar en herbruikbare content. Ik laat even zien dat LearnDash onze keuze geweest is na heel veel oefenen en heen en weren. Ik weet niet, een LearnDash plugin kost voor één site $159. Dead by PowerPoint, dus er komt nu nog een stukje tekst. Waarom hebben wij gekozen voor LearnDash? Dat heb ik net al gezegd. Het is een WordPress plugin die heel snel te installeren is. En voor mensen die al met een WordPress website werken,
is het heel herkenbaar. Zij zien het dashboard op dezelfde manier. LearnDesk is gewoon een extra knopje. Je kunt op die manier ook mensen die ook met LearnDesk gewend zijn te werken, gewoon integreren van buitenaf. Hè. Je kunt zonder grote beheerssystemen van buitenaf ook mensen toevoegen. Het is verkoopbaar. Je kunt daar dus gewoon echt wel handel mee maken doordat je modules te koop aanbiedt of dat je een koppeling van modules aanbiedt. En ik had al gezegd lage ontwikkelkosten omdat je de content herbruikbaar is. We hebben in eerste instantie een opdracht gekregen van een stichting om docenten iets aan de slag te laten gaan met digitale geletterdheid. Iedereen is nu digitaal geletterd, hè, want onderwijs is echt op afstand, heeft een slag gemaakt waarin iedereen eigenlijk online was. Voor die tijd nog niet altijd. En vandaar dat wij onderzocht hebben, wat willen leraren nu leren? En hoe kunnen we ze helpen met digitaal vaardiger zijn? Dit is dus het eerste product dat we gemaakt hebben, de Leerlijn ICT. Voor mensen die in Drachten waren, ruim 2 jaar geleden. Daar kon een kind de was doen. Waren we echt beginners. En inmiddels toch wel wat gegroeid en ook wat inhoudelijk wat beter geworden. Het businessmodel is dat we eenmalig aansluitkosten voor een organisatie vragen en een abonnement per actieve deelnemer per jaar. Het is ons businessmodel, alles kan, maar deze hebben wij bedacht. We kunnen er nog geen Mercedes van rijden van deze, maar wie weet. De inrichting laat ik heel snel even zien. Je hebt een profiel als deelnemer. Je kunt zien welke modules er beschikbaar zijn. We hebben zo ingesteld dat mensen eruit kunnen en weer kunnen hervatten. Ze kunnen dus opnieuw beginnen. Je kunt een beschrijving maken in het winkeltje. Mensen kunnen dan kijken, is dit iets voor mij of ga ik niet met deze module beginnen? En rechtsonderin zie je dat we met badges werken. Badges gebruiken wij om mensen te belonen voor de acties die ze ingezet hebben. Het inleveren van een opdracht, het maken van een toets. Badges in onderwijs, maar ja, ook steeds meer in de werkende wereld. Hè. Ik ga ervan uit dat als we straks moeten gaan her, om en bijscholen, dat de badges weer een vlucht gaan nemen. Want je kunt het gebruiken om kennis, vaardigheden te her- en erkennen. Dus eigenlijk zou je het als een soort van diploma of een licentie kunnen zien in kleine stukjes. Dat is de Leerlijn ICT. We hebben daar heel bewust gekozen voor een focusmodus. Dat betekent dat als een deelnemer start in een module, dat hij direct in de module zit en geen afleiding daaromheen heeft. Hij moet dus echt gewoon kijken naar de tekst en de inhoud van de module. Aan de linkerkant zit daar dan de navigatie. En we hebben heel erg gekozen vanwege de kennis en ervaring die Marielle en ik samen hebben, dat we afwisseling maken in tekst, video's, afbeeldingen. Korte modules, we hebben 30 actieve modules die deelnemers kunnen doorlopen. De ene module heeft een leer- of werktijd van ongeveer 3 uur. Maar we hebben ook micromodules en die zijn hyperkort. Dat zou je in 10 minuten kunnen doen. Heb je weer een idee of een klein stukje waar je mee aan de slag kan. Als het gaat over marketing, we hebben ze natuurlijk gesloten staan. Maar we hebben bijvoorbeeld een module, maak je eigen Google Escape Room. Maak je met Google Sites een online escape room. En die zetten we eigenlijk in vakanties altijd open voor docenten, zodat ze eens kunnen kijken, wat kun je nog meer? Een beetje gamification van je onderwijs maken. Dus we zetten een aantal modules regelmatig open. Dit is onze eigen omgeving. Dus we hebben hier en inhoud en de look and feel gemaakt. Maar we doen ook maatwerk. Dus we hebben ook... als het gaat over het maatwerk, we hebben ook voor een organisatie, AVG is best wel een hot item in onderwijs, maar ook bij ons allen. Een van de mensen van de organisatie die zag dat we een AVG-module hadden, dus die hebben we omgebouwd. Hebben we op maat gemaakt, de look and feel voor de klant aangepast. En ook hier, wat is AVG? Een focusmodus. En ook een badge. Deelnemers moeten van de werkgever een module doorlopen. En ze mogen een toets doen. Dus ze sluiten wel af en krijgen de badge
Omdat ze de module doorlopen hebben. Ze sluiten af als ze de toets maken als ze 70% score hebben. We maken academisch in opdrachten. Ik zie nu nog Sebastiaan, nog Pavel. Ik heb het gevoel dat ik heel erg alleen zit. Want ik zie ook de omgeving niet meer. Dus ik vind het wel een beetje spannend. Actie zie je hier. Sorry. Hey, Karin, ik had hem even aangezet omdat of uitgezet omdat mensen zeiden dat jij dan beter zichtbaar was. Dus, Oké, nee, is goed. Ik zie je. Ik zie jullie laten me allemaal in de steek. Ik ben één en al hoor, maar ik zet hem weer even uit, want dan kan iedereen jou beter zien. Oké, nou zo mooi ben ik nou ook weer niet. We bouwen academisch in opdracht. We hebben ontdekt dat het zo eenvoudig is om een academie te bouwen, dat we die kennis eigenlijk ook heel graag willen delen. Marianne en ik zijn beide ook expertcoaches bij de Stichting Leerkracht. Voor die mensen die je niet kennen, Stichting Leerkracht is een organisatie die scholen helpt bij het docenten helpen bij het, het ontstaan van een verbetercultuur. Dat is eigenlijk een afgeleide van Scrum en Agile en Lean. En zij hebben heel veel mensen in het land waar scholen, die bij scholen werken. Scholen zelf die werken met de leerkrachtmethodiek. En ze hebben heel veel materiaal beschikbaar. Dus we hebben voor hen de Leerkrachtacademie gebouwd. Met heel veel deelnemers, modules, alle materialen is ook ontwikkeld. En daar hebben we heel veel van geleerd door, je hebt wel heel veel mensen, hoe moeten zij inloggen, hoe moeten we registreren? En er is hier gekozen voor weinig interactie. Dat betekent dat eigenlijk een deelnemer een account aanmaakt, registreert, start in de Leerkrachtacademie en doorloop datgene wat hij op dat moment nodig heeft. Want er wordt heel veel gebruik gemaakt in sessies met docenten. Dus wij vinden het niet het allerfraaiste, maar alle modules die beschikbaar zijn, zijn eigenlijk ook beschikbaar in het menu. Dat zou je op een andere manier kunnen doen. Hè? Mijn Academie zou je ook dat profiel zichtbaar kunnen maken. Maar hier komt een deelnemer binnen en heeft direct toegang tot alles wat hij wil gebruiken. De opbouw van de modules, je ziet het, is heel herkenbaar. Alles is maakbaar en hermaakbaar, maar als je eenmaal een goede vorm gevonden hebt, waarom zou je dingen veranderen en anders doen? Dus ook hier zit er een sidebar met de voortgang van de module. Je kunt dus zien wat een deelnemer, als deelnemer kun je zelf zien wat je afgerond hebt en wat je nog moet doen. En je kunt zien wat de inhoud is van een onderdeel. Dus het kan een video zijn, het kan een stukje tekst zijn, dat kan een toets zijn. Dat kun je zichtbaar maken. Wij gebruiken hier denkvragen. Dat betekent dat het niet getoetst wordt, maar zet mensen eens even aan het denken en geef daar eens een antwoord op. En Jaap Versveld met name, de maker of de eigenaar van Stichting Leerkracht, heeft heel erg veel video's gemaakt. En je ziet dat die video's zijn waar hij schrijft en tekent en zichzelf filmt. Dus wij kennen allemaal alle truien van Jaap als het gaat over de kleurtjes, want je ziet altijd zijn hand. Omdat de coronacrisis startte en omdat de leerkracht altijd fysieke bijeenkomsten organiseert om scholen te interesseren en om te laten zien hoe de dingen in elkaar zitten, gaan we op bezoek bij scholen en gaan we heel veel scholen informatiebijeenkomsten organiseren. Maar dat ging dus nu niet. Dus we hebben de Open Academie gebouwd. Daar kun je gewoon zelf ook een account aan maken. Dat betekent dat we de Leerkrachtacademie gekopieerd hebben. Wel een andere look en feel en een aantal modules uit. En wat je hier ziet, is dat we wel interactie hebben. We hebben daar een FAQ gebouwd. We hebben een forum, tip aan anderen, dat is niet heel erg actief. En je moet je altijd afvragen, wat is de waarde van een forum? Want je moet daar ook regie op plegen en het staat wel heel erg openbaar. En we hebben daar een chatmogelijkheid. Dus er zijn 5 mensen die als ze online zijn in de Leerkracht Open Academie antwoord kunnen geven op vragen die mensen hebben. We hebben nog een aantal andere academisch gebouwd, want we kunnen binnen 2 dagen eigenlijk gewoon een basisacademie neerzetten. Misschien gaat Pavel al een keertje hele mooie templates maken voor academisch. Dit zijn de plugins die wij gebruiken. In de laatste sheet zitten de linkjes naar plugins.
We gebruiken dus LearnDash en daar hebben we extra een plugin bij gekozen, Visual Customizer. Omdat we de look en feel per module willen kunnen aanpakken, passen. Dus kleurtjes, maar ook lettertypen. We gebruiken het LearnDash Pro Panel. Dat doen de klanten, want wij leveren alleen producten op. Omdat ze dan kunnen zien welke modules er doorlopen zijn. Het is echt een analyse tool van de content, dus van de modules. Zelfs toetsen zijn te analyseren. We gebruiken Gravity Forms omdat het een mooie manier is om formulieren te maken. En om ook de user registration via Gravity Forms te laten lopen, zodat het er altijd hetzelfde uitziet. Uncanny Toolkit Pro, dat is echt iets voor LearnDash, hè? Omleidingen van startpagina, groeps look and feel, login, log-out. En ja, dat werkt eigenlijk alleen maar met shortcodes. Als je hem aan hebt staan, is het heel eenvoudig om dingen toe te voegen of niet. En heel veel dingen die te maken hebben met leren in modules, opnieuw starten, vaker starten. We gebruiken in twee academies BuddyBoss. En dan niet BuddyBoss omdat we het zo leuk vinden dat mensen vrienden met elkaar kunnen worden. Want het is AVG-technisch best lastig. Als je meerdere organisaties hebt, moet je daar goed op letten. Maar vanwege het social learner. En dat is eigenlijk BuddyBoss, maar dan voor lerende organisaties. En zoals ik al zei, badges, dus BadgeOS. En we hebben gekozen voor een media folder add-on. We hebben hem nu gekoppeld naar Google Drive. Maar je kunt hem ook naar andere plaatsen koppelen. Zodat de URL's niet direct naar WordPress gaan. Ik krijg waarschijnlijk nu allemaal kennis op mijn nek. Maar ook dat het direct downloadable is. Ja. En we gebruiken WP SMT Pro. Even onze geleerde lessen. De eerste keer sprak ik in Drachten en toen viel de ICT, de leerlijn ICT chronisch om vanwege te veel inlogs tegelijkertijd. Dus dank Safi voor de hosting adviezen en de hulp die we hebben. Wij laten regelmatig een externe check doen. Vorig jaar hebben we Marcel een externe check laten doen. Laat eens een ander even kijken in je omgeving voor snelheid, voor gekke dingen. Want wij zijn geen programmeurs. Wij zijn geen codeurs. We spreken HTML's en inmiddels CSS, dat gaat. We smokkelen ook een beetje met Yellow Pencil. Ik vloek in de kerk, denk ik. En we zijn alle plugins aan het vertalen. Want bijvoorbeeld bij LearnDash, Collapse is een ineenstorting. Google Translate werkt niet altijd goed. Als je iets wil invouwen, dan is een ineenstorting wat lastig. En blended learning is een must, op welke creatieve manier dan ook. Dus niet alleen online leren mensen dingen doorheen laten lopen, maar zorg dat je kunt ondersteunen. En de linkjes, maar hij staat beschikbaar. Dus ik deel zo meteen de link naar de spullen. Super, dankjewel. Applaus voor Karin. Dank je. Super, super. Een paar vragen zijn er binnengekomen uiteraard. Ja. Wat een insightful talk en waardevol dat jij ervaring van buiten de WordPress, zoveel onderwijservaring hier brengt. Ja. Korte vragen, korte antwoorden, dan krijgen ze allemaal er doorheen. Heb je een favoriet thema om te gebruiken in combinatie met LearnDash? Ja, we hebben de thema-site, we gebruiken Elementor en Astra. En er is een voorbeeld template kant-en-klaar van Astra, maar... Het kan altijd beter. Dus we zijn inmiddels zelf zo goed met bouwen en het in elkaar zetten van thema's. Maar er kan altijd een beter thema zijn. Maar Astra. Ja. Heel goed. En jij en Pavel kunnen nog even napraten. Ja. Om een WP Zoom LearnDash theme te creëren. Vraag van Lucy. Wat voor hosting hebben jullie die kan garanderen dat het allemaal nog snel gaat bij 200 cursussen tegelijk? Ja, we hebben daar uitgebreid bij. Daarom hebben we voor Safi gekozen. We hebben een VPS-10, dus we hebben een eigen, heet dat een eigen server waar alles op staat. KPS. We hebben nul downtime gehad. En bij trainingen en workshops, hè, want er gaan er ook gelijk veel mensen tegelijk in. We hebben daar nog nooit problemen mee gehad. Het is echt de moeite waard of het nou Safi is, maar een. Hier zijn we heel erg tevreden mee. Ja. Super, helemaal goed. Mooi. Gaat om te horen. Ik heb hier
Ga je me die vraag naar wat voor server heb je nodig als meerdere studenten gelijk bezig zijn? Die hebben we net gedaan, een beetje zwaar, speciale hosting. Ja, misschien één tip als je ermee bezig bent. Als je op dezelfde locatie met hetzelfde IP-adres inlogt, dan kun je het IP-adres natuurlijk white labelen dat kan. Hè, we hebben in het begin ook steeds, stel dat uit, want het enige dat ze omvallen is dat de server denkt dat er een hack aan het plaatsvinden is. Dat je dat er gaat bouncen. Dus als je het IP-adres aangeeft, dat is altijd goed, want de mijne is ook altijd goed, dan heb je veel minder problemen. Oké, dat is goed om te weten. En inderdaad, nou ja, met goede hosting kan je het schaalbaar maken. Werk goed samen met de hostingpartij en iemand die het checkt. Chantal vraagt, LearnDash Pro Panel zit toch niet in die licentie voor één website? Hoe installeer je die dan wel? Bijkopen. Dus op het moment dat je LearnDash hebt geïnstalleerd, zie je ook welke extra's er mogelijk zijn. Een aantal dingen staan er gewoon gratis bij. En het ProPanel, ik adviseer sowieso ProPanel als je het voor klanten doet. Want dan kunnen zij gewoon zelf zien wat er allemaal gebeurt. Ze kunnen dat ook zelf inrichten. Oké, clear. En dan heb ik hier een vraag van Onno. Heel veel embedded video's, dus grote bestanden. Zijn er problemen met het uploaden of opslag ervan? We embedden via YouTube. De video's staan gewoon op... YouTube is ervoor gemaakt om dat te doen. Dus ze staan gewoon op een videokanaal van YouTube, gesloten. We hebben wel gesleuteld aan de code dat je niet de volgende video ziet. Hè, want dat is heel erg lelijk. Ja. Embedden, maar niet op de eigen server. Daar zijn we niet voor gebouwd. Dus ook, dat zou heel duur zijn. We kregen inderdaad de vraag ook van G.E. Koymans. De video's via Google Drive, zodat ze niet direct benaderbaar zijn. Ja, inderdaad. Kan ook. Clear. Ja. Grijp nog even deze kans. We kunnen nog anderhalf minuut vragen stellen aan Karin. Ik had zelf nog een vraag van... Stel dat je nu een nieuwe business gaat starten om iets aan iemand te leren. Wat zou je doen? Zelf om aan anderen te leren. Ja. En jij wilt gewoon nu Karin Winters Learning Rocks worden. Ik wil van jou leren wat je me te bieden hebt. Ja, nou ja, bel me zou ik zeggen. Ik denk dat wat wij gedaan hebben is, we helpen een klant met het bouwen van de basis en we scholen hen in niet alleen, hoe doe je technisch, maar met name dat ontwerp. Hoe ga je didactische werkvormen online toepassen? Dus afwisseling, kleine stukjes, toetsjes, opdrachten. Dus het is technisch en inhoudelijk ondersteuning. Claire, heb ik nog een vraag van Gaime. Hoe registreer je de betalingen? Via LearnDesk zelf, Gravity Forms of via WooCommerce? Nee, wij hebben gewoon een factuur omdat we een klant hebben en een omgeving. WooCommerce is eenvoudig te koppelen, komt ook eigenlijk altijd mee. Dus je kunt via een klik op een module aanschaffen en gewoon via Ideal of Molly Payments of PayPal de module laten afrekenen. En mensen hebben direct toegang tot de module. Je kunt ze ook uitnodigen via een andere manier. Dan hebben ze al betaald en kun je er daarin. Maar dat is niet zo ingewikkeld. Nee, hebben we getest. Leer. Helemaal mooi. En dus inderdaad, de betalingen zijn dat voor Gijmen. Diana, even kijken. Ze kwam nu als gek binnen. Even kijken, zijn jullie ook in te huren voor de inhoud van modules? Ja, we hebben een aantal inhoudelijke modules ontwikkeld. Dan moet je wel bedenken dat we niet van alles verstand hebben, maar... we zijn nu bezig met Glide-apps, hè, om daar een module voor te maken en Glide-apps te koppelen. Dus we leren ook heel graag heel veel bij. Maar met name voor de inhoud, ja. Perfect, dat was de laatste vraag. Nog één applaus voor Karin, alsjeblieft. Dan gaan we door naar de afronding. Wat we gaan doen, er komt een tweede link. Die tweede link is voor lekker kletsen met elkaar. Dat is gewoon een Zoom-talk waarin iedereen alles kan zien. De sprekers blijven nog een kwartiertje hier hangen in deze talk. Als je vragen wil stellen, stel ze via de Q&A. Stel ze via de chat, want dan kunnen de sprekers ze zien. En ze gaan allebei op unmute en dan gaan we free format, gaan we dat zo doen. En dan ga ik ondertussen even het laatste, het afrondend wat dingen zeggen. Dit was de eerste WPNL Live. We zijn super benieuwd hoe jullie het vonden. Zometeen nog even de vraag of je bij de volgende bent in de poll. En namens de organisatie
Dus Puk, Luc, Rosanne, Marcel, Remkes, Amir, Sebastiaan, ikzelf dus en Richard, danken we jullie enorm voor het hierbij zijn. We hopen dat je het echt leuk vond. En ja, nogmaals bedankt aan Joost, die vandaag 10 jaar bestaat, voor het sponsoren van deze editie en de volgende editie. De volgende editie is op 25 juni, op dezelfde tijd, op dezelfde plek. Inschrijven gaat weer via bpnl.live. En any questions die je nog voor de spreker hebt, gooi ze nu in de chat. Sprekers blijven nog even hier. En nog een mededeling. Er komen plekken in het bestuur vrij om onder andere WordCamp Nederland 2021 te organiseren. Dus ook als je dat leuk vindt, drop het even in de chat of neem contact op via hallo@wordcamp.nl. En dan, ja, dan kun je in contact treden en kijken wat voor rol er voor jou weggelegd is. We hebben zoveel talent in deze community, dus nou, ik weet zeker dat daar gegadigden voor zijn. En ja, nog even de laatste poll en dan zijn we helemaal mooi voor 4 uur klaar. En dat is Rate WPNL Live. Daar komt-ie. Luisterpol. Dat op zijn 2 vragen. Dus eerst, hoe vond je hem? Cijfer daarvoor. En dan of je bij de volgende bent op 25 juni. Dat is WPNL Live. Wat ik nog kan zeggen, als je wilt solliciteren als spreker, want het is een doorlopend ding, we sparen ook de sprekers op, dus als je niet nu meteen voor de volgende beantwoord wordt, dan we houden ook een lijst bij, dus dat kan weer door naar WordCamp Nederland voor volgend jaar. Dus vind je het leuk om te spreken? Heb je al een keer op meetup gesproken? Solliciteer vooral. En nou, als dit een, misschien is dit een concept dat we langer gaan doen. We gaan in ieder geval nu in mei, we hebben hem in juni, om te zorgen dat voor de Nederlandse en de Belgische WordPress community een mooi event is. Share the results. Dus nou, we hebben een 8, 9 à 10 gescoord met z'n allen. Dus geweldig. Dat maakt het een geslaagde editie. Ben je erbij? 78% is op 25 juni bij. Zou je durven spreken? 70% absoluut niet. 11% ja, absoluut. En misschien ook als je andere feedback hebt, stuur ons een mailtje, doe het via Twitter. We zijn geweldig blij dat iedereen erbij was. Het is nog net geen 4 uur, dus we zijn op tijd klaar. Nogmaals, applaus voor iedereen thuis en voor de sprekers. Dankjewel.